In de keuken van het praktijkonderwijs in Zutphen wordt hard gewerkt. Volgende week al moeten deze leerlingen examen doen in keukenvaardigheden. Je krijgt meer begeleiding in je latere school, omdat je gaat in ieder geval één met school samen doen. Dan sta je niet alleen voor ofzo. Wat wil je worden? Chef, zeg maar. Je wilt chef-kok worden? Ja, ja, zeker. Ga maar voor. De jongeren worden klaargestoomd voor of werk of een vervolgopleiding mbo niveau 1. Deze jongen heeft erkenning nodig, veiligheid nodig en een plek dat ze weten, oké, dit is mijn plek. En dan zullen ze tot ontwikkeling en tot ontplooiing komen. Een groot deel van de jongeren lukt het uiteindelijk om gewoon regulier een baan te vinden. Zoals Eddie, die in de supermarkt werkt. Ik heb sinds kort ook een vast contract gekregen nu. En dat is wel mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Daar ben ik ook heel blij mee. Een deel van de jongeren is aangewezen op een loonsubsidie die via het UWV wordt verstrekt. De werkgever hoeft dan maar een deel van het salaris te betalen. Maar de criteria om die loonsubsidie te krijgen zijn veel strenger geworden per 1 januari. Zodra een jongere maar iets kan, moet hij op zoek naar een reguliere werkgever die de volle pond moet betalen. En daar zit het probleem. Veel werkgevers durven dat niet aan. Het is een kwetsbare doelgroep. Als het thuis iets niet goed loopt, dan merk je dat vaak op de werkvloer. Dan komt dat toch bovendrijven, dat ze toch wat minder functioneren. Hè. Vaak is er meer een praatje nodig, meer even het stilvallen, het even laten. Weten hoe ermee om te gaan, tactvol handelen. Ja, op het moment dat ze dat niet meer kunnen, of dat in een vast contract, en ze weten niet hoe dat gaat, of ze daar nog wel een groei of ontwikkeling in zit voor een lange termijn, ja, dan is het toch wel een heel erg groot risico voor de meeste werkgevers. Het praktijkonderwijs werkt nauw samen met de gemeente Zutphen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de participatiewet. De gemeente helpt daar waar het kan om jongeren aan de bak te krijgen. Maar de wet kent nu eenmaal beperkingen. Er zijn ook soms leerlingen die toch wel een beroep moeten doen op een uitkering. Maar daarbij hebben we dan wel ook een dagbesteding georganiseerd. Want we vinden het wel belangrijk dat als je zo jong bent, dat je niet thuis komt te zitten. Maar goed, dan heb je een bijstandsuitkering en dagbesteding. Ja. Dat betekent wel dat je voor de rest van je leven in een soort armoede zit. Ja, dat klopt. Dat is helaas de wet en regelgeving die natuurlijk vanaf 1 januari is ingegaan. Dat zijn, we proberen wel te kijken, soms kan dagbesteding een middel zijn om weer ervaring op te doen, structuur te houden. Dat ze toch nog weer kunnen doorgroeien naar de onderkant van, dat ze toch in het doelgroepregister kunnen komen. Waarbij we uiteindelijk toch ook een passende werkplek kunnen vinden. Dus dan kunnen ze uiteindelijk nog wel weer wat meer verdienen. Maar er zal echt een grote groep zijn die aangewezen is op een bijstandsuitkering. Wat voorheen een waarjonguitkering was, maar dat was hoger. Praktijkonderwijs Zutphen wil hoe dan ook voorkomen dat jongeren achter de geraniums verdwijnen. Uitzichtloos met een uitkering zonder perspectief op werk. Ik heb nu de eerste al die 2 jaar in dienst is, nu een vast contract moet krijgen. En dat ze toch niet aandurven, omdat hij er nog niet is. Dus nu gaan we payrollconstructies verzinnen. We gaan dus nu op andere manieren kijken hoe we leerlingen toch bij die werkgever kunnen krijgen. Terwijl als wij gewoon kunnen terugvallen gewoon op de structurele ondersteuning, ja, dan... Dat vervalt nu? Ja, dat vervalt voor een groep, ja. Dat lijkt me niet prettig om juist ook nog deze kwetsbare jongeren in een soort payrollconstructie te moeten drukken. Het is voor de jongeren niet de meest ideale situatie. Nee. De hoop is nu gericht op werkgevers zoals die van Eddie. Die het aandurven om jongeren met een beperking gewoon in dienst te nemen. Met vast contract is altijd even een moment. Helemaal in de supermarktwereld is heel veel discussie over. Maar ja, dat werk blijft. En op die tijden heb ik ook geen scholieren aan het werk of andere part-timers. En dan heb ik zo jong heb ik een gouden kracht aan.